Nou, Rutger, leuk je te ontmoeten allereerst. Aha. Voorheen About, nu Bart Constant. Ja. Wie je nieuwe album hoort, want ik heb het al gehoord, veel mensen natuurlijk nog niet, die zal niet geloven dat jij ooit techno hebt gemaakt. Hmm. Maar het is wel zo. Ja, dat is wel zo. Ja. Nou ja, ik denk dat er zitten nog steeds wel onderdelen in, maar nee, er zitten geen 909's meer in en 303's en dat soort dingen op een paar plekken na, maar... Het zit hem veel meer, denk ik, nu nog in de manier waarop ik bepaalde ritmes samenstel, waarop ik een nummer opbouw. Ik bedoel, het is in heel veel gevallen niet de traditionele manier om een liedje in te richten, zeg maar. Maar daar hoor je nog wel in terug, denk ik, dat er een soort invloed van techno-minimalisme aan vooraf gaat, of vooraf gegaan is. Maar trekt dat nog wel eens aan je, misschien? Dat blijft trekken, ja, zeker. Maar uiteindelijk... Ja, ik ben er ook ooit mee opgehouden omdat ik het niet meer spannend genoeg vond. En, ik had het daar toevallig een paar dagen geleden ook met een vriend over. Je hebt natuurlijk in Berlijn, waar ik woon, dit is ook een hele minimal cultuur. En daar staan dezelfde jongens al 10, 15 jaar bij wijze van spreken heel succesvol in hun tracks te draaien. Ik zou dat nooit kunnen. Ik vind het knap dat zij dat doen, maar... Maar heeft dat met het gevoel te maken, dat je het niet meer voelt? Of dat het gewoon niet uitdagend genoeg meer was? Het was niet meer uitdagend genoeg. Ja, ik vind het nog steeds tof. Het is zeker interessant, maar niet meer voor mij. En waar zocht je dan naar toen je daar eenmaal besloten had om daar mee te stoppen? In eerste instantie naar meer melodie en meer ritme. Omdat het wordt kaler en kaler. De afgelopen jaren is er weer zo'n hele de populariteit van minimal is natuurlijk enorm toegenomen en op een gegeven moment was het wel kaal genoeg. Toen miste ik weer gewoon de melodie en het ritme en vond ik het wel interessant om gewoon weer eens te kijken van oké, hoe kun je vanuit dit startpunt, zeg maar, wat dus bijna niks is, weer juist wel iets opbouwen en het misschien ook juist weer heel groot gaan maken. En vond je meteen datgene wat je zocht? Of heb je nog eerst een paar zijwegen verkend die het ook niet bleken te zijn? Ja, dat gebeurt altijd. Die About-plaat die ik heb gemaakt, dat was eigenlijk al een soort eerste overgang van techno naar iets anders. Naar popmuziek, naar liedjes. Dat was nog grotendeels elektronisch ook. En het gaat natuurlijk heel geleidelijk zo. Er zitten jaren tussen ook. Dus je gaat niet van één kickdrum en een basgeluid naar een compleet liedje wat verknipt is. En daar zitten veel stappen tussen. Maar ik heb nooit veel dingen die nog blijven liggen. Dus ik heb niet heel veel schetsen waarvan ik ooit nog een liedje zou kunnen maken. De meeste dingen... ik blijf wel net zo lang aan iets doorsleutelen, zeg maar, totdat er een nummer ontstaat. Dus dat zorgt ook voor dat er weinig bijproducten zijn. Wat ook wel lastig is, omdat ik zo lang over een plaat doe dat ik dus niet extra materiaal heb wat ik dan nog bij kan leveren als B-kantje of als gratis download of zo. Wat is precies de reden daarvan dat je zo lang over een plaat doet? Omdat ik niet zo snel tevreden ben. omdat ik zeker in dit geval heel lang op zoek ben geweest naar een bepaalde sound. Ik heb voor die About plaat gewoon heel erg gezocht naar het combineren van stijlen. Dus dat er vaak dingen naast elkaar konden bestaan. Een indie rock gitaar met een rave geluidje of zo. Weet je wel? Dat probeerde ik dan zo naast elkaar een beetje met een soort collage techniek tot één nummer te maken. En nu ben ik veel meer op zoek gegaan naar iets wat onbestemder is, waar je niet meteen aan kan horen of proeven wat het exact is. Het is gewoon echt veel meer een eigen geluid en dat heeft heel veel tijd gekost.